allemaal en welkom op de campus. Vandaag ga ik jullie iets meer vertellen over de studierichting Economie en Business. Mijn naam is Roos en ik ben een derdejaars International Business Administration student. Waarom ik voor deze opleiding heb gekozen en Tilburg University, dat zal ik jullie laten zien. De studierichting Economie en Business kent verschillende soorten opleidingen. Die worden allemaal behandeld in deze presentatie. Zoals je ziet zijn het er een heleboel. Er zijn zowel Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen. De Nederlandstalige opleidingen focussen zich vooral op de Nederlandse arbeidsmarkt, waar de Engelstalige opleidingen kijken naar de wereld als geheel. Bij dit laatste studeer je dan ook in een international classroom. Dit houdt in dat je met verschillende soorten nationaliteiten samen gaat werken. Om je een beter beeld te geven, op Tilburg University studeren zo'n 100 nationaliteiten. Zelf heb ik dan ook gekozen voor deze internationale leeromgeving omdat ik persoonlijk nog niet weet of ik later in Nederland of in het buitenland wil gaan werken. Maar waar jij uiteindelijk voor kiest, dat is helemaal aan jou wat het beste bij jou past. Maar waarom jij voor Tilburg University en Tilburg als studentenstad moet kiezen, dat ga je nu zien. Leuke stad, hè, Tilburg? Dan gaan we even terug naar de opleidingen van de Economie en Business. En aan de hand van een voorbeeld hoop ik jullie uit te kunnen leggen wat de verschillen zijn tussen deze opleidingen. We gaan vandaag kijken naar de opwarming van de aarde, dus de economie en het klimaat. De opwarming van de aarde zorgt voor allemaal negatieve gevolgen. Overstromingen, watertekorten, armoede. En wat zijn de exacte economische gevolgen van de klimaatopwarming? We gaan hier naar kijken vanuit het oogpunt van de verschillende opleidingen. We beginnen met economics. Het is aan de overheid om een beleid op te stellen voor de milieumaatregelen die genomen moeten worden. Kan de overheid het zelf betalen? En wat heeft het voor gevolgen voor de werkgelegenheid? Dan bedrijfseconomie. Is het lonend voor een bedrijf om te investeren in hernieuwbare energie? En de productontwikkeling? Hoe wordt dit gefinancierd en hoe zet je dit in de markt? En dan, economie en bedrijfseconomie. Een goede vraag die je bij deze opleiding zou stellen op het gebied van het klimaat is: kunnen overheden en bedrijven energieafspraken maken om het klimaat te redden? Hoe wordt een bedrijf klimaatneutraal of brengt het zijn CO2-uitstoot naar beneden? En wat heeft dat voor gevolgen voor de economie? Stel je voor dat bedrijven enorme kosten gaan maken? Gaan ze dan niet uit Nederland vertrekken? En wat zal dat dan betekenen voor de werkgelegenheid? Bij deze opleiding ga je dus aan de ene kant kijken wat bedrijfseconomische gevolgen zijn en aan de andere kant wat vervolgens door die bedrijfseconomische gevolgen de economische gevolgen zijn van bepaalde keuzes die een bedrijf of een overheid maakt. Fiscale economie. Een opleiding met verschillende invalshoeken.
Aan de ene kant heb je de juridische invalhoek, want je hebt natuurlijk een wet nodig om te weten welke belastingen er geheven mogen worden. En aan de andere kant een economische en bedrijfseconomische invalshoek. Als we dan kijken naar het klimaat, kan je een vraag stellen zoals: welke belasting wordt er geheven op milieuvervuilende producten? Denk bijvoorbeeld als je gaat tanken. Dan betaal je een groot deel van wat je aan de benzinepomp betaalt aan accijnzen. Die accijnzen gaan naar de overheid en de overheid gebruikt die accijnzen bijvoorbeeld om milieuschade te beperken. Bij International Business Administration wordt er gekeken of verschillende bedrijven samen zouden kunnen werken in het ontwikkelen van duurzame energie. Of überhaupt bij productontwikkeling waar de kansen liggen voor dit bedrijf in verschillende landen. Entrepreneurship and Business Innovation. Een vrij nieuwe studie hier op de universiteit die er echt over gaat: hoe kunnen bedrijven up-to-date blijven? Stel je voor, we gaan even terug naar het klimaat. Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat ze al die klimaatwetgeving implementeren? Is het wel rendabel om dan hier in Nederland te blijven? Hoe kan dat bedrijf meegaan met andere maatschappelijke ontwikkelingen? Als laatste hebben we econometrie en operationele research. Kunnen we aan de hand van data voorspellingen doen over de gevolgen van de klimaatverandering? Kort gezegd, wat gaat er algemeen om in die opleidingen van economie en business? Economie gaat over de wereld, over landen, hoe die met elkaar interactie hebben, de verschillende landen. Het gaat over rentes, geldhoeveelheden, dat soort dingen. Denk een beetje aan economie die je had op de middelbare school. Daarnaast is er business en business gaat natuurlijk, zoals het al zegt, veel meer over het bedrijfsleven. Businessopleidingen zijn gebaseerd op vier pijlers. En die vier pijlers horen accounting, financiering, management en marketing. Ben je benieuwd hoe ik op deze studiekeuze gekomen ben? Dat zal ik je kort vertellen. Ik ben hier op de campus gaan lopen en voelde meteen: dit is een mooie universiteit. Dit is wel een plekje waar ik me thuis zou kunnen voelen. Toen ben ik gaan kijken naar verschillende opleidingen hier en kwam toen fiscale economie tegen. Ik was altijd wel geïnteresseerd in fiscaliteit en een beetje in economie en een beetje in het recht. En die studie van fiscale economie die gaf me echt een combinatie van alle drie die aspecten. En zo ben ik tot mijn studiekeuze gekomen. Ik hoop dat de meeste vragen van jullie bij deze beantwoord zijn. Zijn jullie enthousiast geworden over deze opleidingen en over Tilburg University zelf? Kom dan zeker naar de open dag. Hopelijk zie ik jullie daar.